zijn we weer, Ronnie. Ja, eindelijk een leuke vakantie. Heb je een leuke vakantie gehad? Nee. Ja, nee, natuurlijk. Ja, het was een beetje rustig. Nou, ja, met wat je zegt, vakantie gehad, komkommertijd noemen ze dat dan. Komkommertijd? ja. Ja. Nou ja, goed. Maar, okay. maar we zijn er weer. We hebben een aantal podcastjes gehad en nou, die zijn goed ontvangen. De ene was wat leuker dan de andere. Ja, maar dat hou je toch? Nou ja, de interesse is verdeeld natuurlijk. Hè? Het is even uitzoeken. En nou ja, nogmaals... ja, ik vond het hartstikke leuk om te doen. En nu, na de zomertijd, of nou, het is bijna na de zomer, wordt het weer tijd voor wat nieuws. Dan zitten we weer vol met pit. Ja? Ja. Heb je er zin in? Nee, natuurlijk niet. Weet je het al. Nee. Nee, ja, natuurlijk heb ik er zin in. Ik heb er helemaal zin in. Ik ben vol enthousiasme. Ik voel me geweldig. Ik heb een prachtige zomer gehad. Oh. Ik heb te veel om te vertellen. Je bent wel erg, erg positief. Nou. Zegt dat wat? Of... Hoe bedoel je dat? Nee, komt wel heel positief over. Nou, dat is alleen maar mooi dat ik positief ben. Ja. Wat vond je van de vorige podcast eigenlijk? Welke bedoel je? Nou, op alle, wat hebben we gehad? 6, 7 of zo? Weet ik niet. Ja, ik vond, ja, god, ze waren hartstikke leuk. De gasten waren ontzettend leuk. Ja. Gezellig. Ik vond die met Arnold wel heel erg, erg gezellig. Ja. Nou ja, zonder met name te noemen... Er waren natuurlijk leuke en wat minder leuk, maar dat hou je toch. Maar het viel me wel op. Hè? We hebben 2 maanden misschien niks gedaan en op dat gebied. Dat worden toch dan aangesproken van nou, gaan jullie weer wat doen of niet? En dat is dan toch leuk dat mensen... daar doe je het tenslotte voor, dat mensen daarna gaan luisteren. Ja, wij zijn gelukkig niet de enige die naar luisteren. Nee, en ik was er een beetje bang voor, ons kennende, van we gaan weer eens wat videoclipjes opnemen. Of in dit geval podcastjes. En dan zijn we de enige die het gaan terug horen. En als er één is die aan de zelfverheerlijking doet, dan ben jij het wel. Hoezo? Nou, je mag jezelf toch graag terugzien of horen? Of? Nou, hoezo? Nee, dat snap ik even niet. Maar goed, ik moet even beseffen. Ik bedoel het niet verkeerd, maar nou ja, we hebben wel eens dingen gedaan. En dan ben je toch wel eens van, nou, kom, we gaan eens even kijken naar wat we hebben gedaan. Of... Dat doe jij toch ook? Of doe jij dat? Ja, jouw enthousiasme is natuurlijk niet erg geweldig, maar... Hey, nou, hè? Niks... Dat is zo gaan we zo beginnen? Nee, begin niet goed. Zo even opnieuw? Nou, niet opnieuw, maar gewoon verder gaan en dit even vergeten? Ja, is goed. Hallo, dit is een podcast van Ronnie en René. Gezanik en gezeur is standaard bij die twee. Lekker negatief en gezeik op iedereen. Lullen over niets, het verhaal gaat nergens heen. Hallo, dit is een podcast van Ronnie en René. Gezanik en gezeur is standaard bij die twee. Lekker negatief en gezeik op iedereen. Lullen over niets, het verhaal gaat nergens heen. Ja, nou, dat is ook weer zoiets. Hier wist ik ook niks van. Nee, maar ik ben wel creatief geweest in de zomer. Ja, maar je had op zijn minst dit wel kunnen bespreken. Het was al heel negatief, Ronnie. Kom ja, op. Sorry, hoor, maar nee, deze tekst slaat nergens op en het gaat nergens naartoe. Nee, nou ja. Maar klaar. Even over de zomervakantie gesproken. Ik was op een vakantieadres en op een gegeven moment... En daar gaat het even om, dat we deze podcast doen. Want ja, dan was het op een avond en dan zat ik achter mijn iPad. En was ik aan het, waarom weet ik niet, even aan het zoeken naar... moeder ligt een keutel in de pot. Nou, we hebben het al een keer eerder besproken, ons liedje. Ja. Ik heb het een keer geschreven en wij hebben het uiteraard eens een keer later ingezongen. En wouden we een videoclip bij maken. Ja.
Nou, dat waren de meningen nogal over verdeeld. Dat was niet zo'n succes. Nee, dus dat is uiteindelijk niks geworden. Maar waarom, ik weet het niet. Ik typ dat in op het internet. En ja, hoe het ook went of keert. Maar jij weet het verhaal al, maar ja, mensen niet. Ik was dan aan het invoeren. En op een gegeven moment kom ik op een vage site. En kom ik uiteindelijk bij singer-songwriter ergens uit Luxemburg. Uit Luxemburg? Ja. Dat wist ik even niet. Wie is dat? Ja, nou, ik heb die naam ergens nog genoteerd. Ik heb het nou niet voor me. Marc Lubon, zo weet ik veel. Het heeft een Franse naam, maakt ook niet zoveel uit. Maar qua via en waarom ik... Nog steeds, ik weet het niet, maar ik ben aan het doorscrollen. En op een gegeven moment kom ik op een site. En bij hem, een singer-songwriter nogmaals. Nou, ik heb je al laten horen, maar ik wil de mensen ook laten horen. Die heeft dus één op één moeder ligt een keutel in de pot. Ja, ik heb het nog niet gehoord. Je hebt hem verteld met z'n allen. Wij zijn sinds 2-3 dagen hebben we besloten om weer een podcast op te nemen. Dus ja. Met name om dit geval. Ja. Ik vond het heel bijzonder. Ten eerste... Dat letterlijk is overgenomen. Dat van ons is totaal nooit. Dat heeft totaal. Ja, dat heeft niet aangeslagen. Wij vonden het zelf leuk. Maar... Ja, nou, ik ben heel nieuwsgierig, moet ik eerlijk zeggen. Ja, maar die heeft echt serieus. Letterlijk de tekst gewoon 1-op-1 gekopieerd. En goed, wij hebben het ingezongen. Maar ik voel me dat persoonlijk wel een beetje. Ik heb dat. Kijk, we worden daar niet rijk van, maar nou ja, goed, op zijn minst moet je nog eventjes vragen van hey, waar komt dat tekst vandaan? Het is gewoon geplukt. Ja, want ik heb begrepen dat hij er nogal wat succes mee had, of heeft. Nou, het is een singer-songwriter en ik heb het, toen ik daarachter kwam, heb ik het even doorgespeerd. En hij heeft daar sowieso in de regio, gaat hij de lokale zalen af en... Ja, er staan ook wat filmpjes op YouTube. De linkjes op plaatsen nog wel even. Maar, kijk, hoe wij het bedoeld hebben, dat was gewoon carnavalesk. Ja. Maar hij heeft het gewoon echt... Als je het hoort, en we laten het zo horen... weet je wat? Laat eerst even... Ja, ik ben heel nieuwsgierig. Nou, eventjes... ik heb het niet gehoord in ieder geval. Even onze eerste, onze officiële, onze eigen versie. Okay. Misschien is dat even handig voor. Ja, prima. Laten we dat eerst even horen. Moeder, er ligt een keutel in de pot. Die heb ik met plezier zitten te draaien. Moeder, je lacht je werkelijk rot. Maar ik heb zo zin om erin te graaien. Nou ja, dat voor ons bekend en voor hier lokale waarschijnlijk ook wel eens langzamerhand bekend. En nogmaals, ik blijf het uitzonderlijk vinden dat daar een andere versie op wordt gemaakt. Laat het gewoon horen. Ik wil het horen. Hij heet Mark en ik moet nog even kijken. Mark. Ja, Mark. Weet je zeker dat het Mark is? Nou ja, ik zal ondertussen zoeken. Zoek hem maar eventjes op. De andere versie. Liet de keutel in de pot. Die heb ik met plezier zitten te draaien. De moeder, je lacht je werkelijk rot. Is dat niet normaal? Maar ik heb zo'n zin om erin te gaaien. Het klinkt ook nog. Ja. Het is toch zonde om hem weg te spoelen. Hè? Na al die drukte en de pijn. Het is exact hetzelfde. Nou. Het was maar even dat ik hem kon voelen. Dat is zo'n moment, nou dan voel je je fijn. Moeder, ligt de keutel in de pot. Die heb ik met plezier zitten te draaien. Moeder, je lacht je werkelijk rond. Ongelooflijk. Nou, ik zet hem even uit. Ja, ik word er een beetje kribbig van. Maar ik moet wel zeggen dat... Ja,
de tekst met de sfeer van de muziek vind ik niet kloppen, want het, ik vind het een... Het was bedoeld als een carnavalsnummer. En, dit is, ik vind het niet lelijk klinken, moet ik eerlijk zeggen. Nee, dat zeker. Terecht. Zeker niet. Maar wat doen we hiermee? Maar kijk, dit is wel, jij hebt dit geschreven tenslotte. Nou, ja, oké, de melodie is anders. De muziek is anders. Ja, nee, maar goed. Qua tekst, kijk, alles staat wel genoteerd bij Buma. Hmm. En ik wil daar geen slaatje uitslaan, want ik bedoel, het is dubbeltjeswerk, daar gaat het niet om. Maar ik vind het wel, het had op zijn minst, mail mij dan even of bel mij even van, ja. Nou, ik heb de naam inmiddels ook gevonden, dat is Marek Notrovic. Notrovic, ook Notrovic, weet ik precies, zoiets. Oké. Ja, nou ja, goed. Dat klinkt niet erg Belgisch of Luxemburg. Nou, nou ja, het zal wel een artiestennaam zijn, denk ik. Maar maakt niks uit. Zal wel gewoon Mark Visser heet. Ja, nou ja. Maar ja, ik weet je... kijk, prachtig dat die man daarmee optreedt. Maar ja, het onfatsoen, hè? Ja. Ik moet even voor de duidelijkheid. Dit speelt dus echt 2-3 dagen geleden. En ik heb jou toen genoemd. Nou, we gaan een podcast maken. En ik denk, nou, ik vind dat we daar hier wel eventjes over moeten hebben. Ja, ja. Ik weet niet wat hiermee aan moet. Nee, ik denk dat je er wel werk van moet maken. Nou, werk. Je kan het moeilijk zo laten gaan. Hè? Ik heb hem eergisteren heb ik hem gemaild. Ja, ik zie ook dat je flink wat duizenden views heeft. Is dat zo? Ja, vergeleken met onze 200 keer. 200 keer? Of 300, hoeveel we overnemen. Hebben. Hoort het liedje, de views van het liedje? Ja, van het liedje. Ja. Ja, maar ja. En dan komen we misschien, ja. Ja, verdorie er aan toe, dat is toch triest? Nou ja, triest. Aan de ene kant vind ik het leuk. Weet je wat het is? Nee, kijk, je moet niet te gemakkelijk doen natuurlijk. Hè? Kijk, jij hebt dat wel geschreven. Oké, wij hebben het aan gezongen, maar jij hebt het wel geschreven. Het is jouw nummer. Ja, nee, maar daarom heb ik hem ook gemaild. Oh, heb je hem gemaild? Oh, ja, nee, dat zeg ik net. Kon je het in mailadres vinden? Hè? Ja, dat via dan kan je het wel opzoeken. Oh. Kijk, hij heeft natuurlijk een site. Ja. Dus ik... Gewoon het heb je fatsoen... al antwoord gehad? Nee, dat zeg ik net. Dat heb ik niet... Luister is ook een moeilijk, Ronnie, hè? Maar goed, maakt niks uit. Maar ja, maar dan ga je ook even eventjes filosoferen en nadenken van... Ja, waarom kan het dan bij een ander wel en dan bij ons niet? Oh ja. Dat is misschien wel heel zwart-wit gezien, maar... Oh ja, weet je, kijk, de tekst is hetzelfde. Ik bedoel, dat nummer van ons is best wel een leuk feestnummer. Ja, maar misschien is het ook... Ja, misschien. Nou ja. Wat? Zangtechnisch misschien dat dat niet. Dat hoor ik niet. Nee, dat klopt. Hoezo? Sorry. Zit je me nou uit te lachen? Ja, nou ja. Nou, neem me niet kwalijk. Wat is het? Nee. Wat is het nou? Ja. Ja, misschien hoort het ook maar niet. Wat is dit nou? Nee, ja, nou ja, als je heel kritisch luistert, is dat van ons natuurlijk niet echt... dat is niet dat je zegt van, goh, nou die slaven... Ik begrijp niet goed waar je naartoe wilt, Sweetwood. Nou, we gaan nou niet... Het begin ging al niet goed en dan laten we dat nou niet... Wat is dan de reden waarom dat van ons dan niet goed is? Ja, dat, als je dat weet, dan nee, maar jij weet het wel. Zat ik aan de Bahama's, maar hè? Als je weet wat als iets niet goed is of wat wel goed is, dan zat ik hier niet. Maar ja, ik heb wel eens dat ik iets terug hoor dat ik denk van, nou, hè? Van mij zeker. Zeg het maar, ik kan er wel tegen, hoor. Nou ja, van jou... Ja, neem me niet kwalijk, alleen maar het kan ook aan jou liggen. Want jouw enthousiasme straalt er nou ook niet bepaald af. Nee, oké. Nee. Nee, maar ja. Ik bedoel, dat is waar het podium staat ook. Ik denk niet dat dit nou een handige discussie is om dit hier nu... Nou ja, jij bent het zelf al begonnen, dus laat die hap nou ook maar aanstaan dan. Nou nee, zover ben ik dan wel, maar... Nou, even zonder flauwekul. Ik ben wel eens vaak aan het... Aan het filosoferen. Maar goed, wat gaan we dan doen? Nee? Het is zoals het is. Ja, nee, het is zoals het is, ja.
Achtergrondmuziekje. Oh, achtergrondmuziekje. Zo gezellig. Ja, ja. Dan, het gaat niet zo goed, hè? Ja, daar is hij weer, de pianist. Ja, net het zang van ons. Hm? Maar goed. Ja, maar goed. Het, nogmaals, het moet het ook niet moeilijker maken dan het is. Ja, soms zoek je wel eens naar dingen. Nou, van hoe, ja, maar ja, hoe kan dat? Ja, maar niet om vooral te doen, nee, maar dan om terug te gaan, om dan te zeggen van dat het aan mij zal liggen. Dat nou, dan, dat zeg ik. Dat, nee, nou, het ging wel een beetje die kant uit. Ja, ja, je begon gewoon eerlijk, ronduit aan te lachen. Hoe lang kennen we elkaar nou al? 100 jaar? Ja, veel te lang. Nou, dus dat, dan moet je dat soort dingen toch tegen elkaar kunnen zeggen. En à la publiek, nee, dat vind ik nog niet zo. Maar ja, dan ik zeg ook niet dat jij, als jij op het podium staat, dat er geen uitstraling is. Hoe doe je dat? Nou, ja. Hm? Nou, ik... uitstraling? Nee, ik bedoel, als wij samen op het podium staan, ik bedoel, ja, daar sta je dan en dan, ja... Ja. Dat was het dan ook eigenlijk. Ja, sorry. Nee, maar ik... Nou, kijk, dat wordt dan wel heel persoonlijk. Nee. Ja, volgens mij begrijp je het verkeerd. Ik bedoel, als wij samen op... Dat heel duidelijk over. Nee, maar ik bedoel, als wij samen op... Kijk, ik heb dan nog wel iets met het publiek. Maar jij staat daar dan. En je doet je ding. Ja, ik sta, maar jij beweegt. Nou, wat is daar mis mee? Nou, je bent wel heel erg bewegelijk. Nou. We hebben met de eventjes daar terug op komen met de eitjes, dat duootje wat we vormden. Hmm. Ja, dat was ook niet echt een succes. Ja, nee, maar sorry, maar we zijn nu echt open en eerlijk naar elkaar toe. Ik bedoel, een ander mag het ook allemaal weten. Maar ja, ik was dan de rustige, maar jij was toch wel een beetje de zeer overdrevende, toch? En met nou, overdreven. Met een bepaalde manier van de geluid. Hoe bedoel je? Ja, sorry. Maar wat voor betaald? Betaald? Nee, was het maar betaald. Ik zou je voor... Ronnie, even serieus. We zijn er toch aan het praten. Op een gegeven moment hebben wij ook eens een keer een nummer opgenomen. Valderalderie. Dat hebben we ook een keer besproken in vorige podcast. Mm. Ik kan nog herinneren, dat liedje kwam voorbij. Ja. En dat hebben we een keer opgenomen in nou, dat moest duur betaald worden, studio. Ja. Ik had al een aantal dingen ingespeeld op toetsen. En nou ja, dat was natuurlijk allemaal in de beginnersfase allemaal. En toen zijn we daar naartoe gegaan. En dat moest ik daar ook weer inspelen. Bloed, zweet en tranen. Maar de muziek, dat was op een gegeven moment was het daar. En toen kwamen we tot de conclusie van het refreintje. Dat moest maar hoe en a. En dat moest geklapt worden. Oké. Okay. Leuk om dat op te vrolijken. Weet je wel, om dat op te leuken. Ja. Het gaat nu wel heel negatief, maar er moest er geklapt worden. Ja, nou hè? Ja, maar jij wou klappen. Ja, nou, we zouden toch samen klappen? Ja, precies. Ja. Ronnie, je weet zelf, zo'n studio die moet per uur betaald worden. Ja, maar welke... En die man die is daar rijk van geworden, want er moest geklapt worden. En als er iemand is die niet ritmisch is, dan ben jij het wel. Nou ja, zeg. Nee, Ronnie. Hoezo? Nee, echt serieus. Het ging alle kanten op, behalve de goede. Er klopte niks van het geklap. Ja, Ronnie, je had niet... Voor gemieren naaien, René. Nee, we zijn dat op. Ja, klopte niks van het geklap. Dat is toch een slap nee, gelul? Jij had niet de kloppende klap. Kloppende klap? Echt niet. Ja, ik lach er nu om. Het was toen zo frustrerend, Ronnie. Ik kan er helemaal niks van. Dat had het dan gezegd. Het klopte niet dat jij klapte. Ik klopte niet dat ik klapte. Maar waarom heb je dat niet gewoon gezegd, dat mijn klap niet klopt? Nee, je had gewoon geen kloppende klap. Oh, ja, jongen. Nou. Ja, sorry, moet je nu lachen. Ja, nou, dit slaat natuurlijk echt helemaal nergens op. Nee, klopt het niet. Weet je wat? Ik even een stukje luisteren. Oh ja, laat het ook wel luisteren. Waarom niet? Jongen. Jan met de pet en Jan Lul, die zal er niks van horen. Maar de muzikanten, die gaan er wel wat van horen. Als je echt op de tel moet, dat geklapt, dat klopt er niks van. Luister. Nou ja. Met mijn emmer en mijn schepje. Mijn schepje en mijn emmer. Al wordt het in december. Voor mij ben jij de vrouw. Nou hier horen. Goed luisteren. Valderalderie, fire up, sasa.
Hoor je dat geklapt? Ik kan er niet eens meer luisteren. Ja, nou ja, ik bedoel... Jos, die bent dus een... Ja, ik kan me... Sorry. Nee, maar gewoon in het geheel. Ik kan me dat nog wel herinneren, maar dat kwam een beetje door jou. Dat kwam een beetje door jou. Je leidde me af. Omdat? Nou, omdat... Waarschijnlijk omdat ik te serieus keek, of... Nee, maar ik weet je, dat is ik heb ook wel eens bij jou in de studio gestaan. En dan lukt het mij niet. Dan zit jij met een bepaald gezicht naar me te kijken... En dan, ja, dan lukt het gewoon niet. Maar dat was toen ook zo. Oh, maar dat is wel het verschuiven van het probleem. Nee, kijk, als jij er niet bij bent, zing ik veel beter dan dat je er wel bij bent. Nou ja, dan had je moeten zeggen van, ik wil niet dat je erbij bent. Nee, maar precies hetzelfde als jij. Je had tegen mij moeten zeggen, je klapt niet. geen kloppende klap. Nou ja, laat maar. Ik snap hem. Nee, maar gewoon over klappen gesproken, dat verdiende geen applaus. Nee, maar sorry, Ronnie. Als je terug hoort, wees nou even realistisch. Je hoort het toch? Ja, ik hoor het wel, maar hoe lang is dat nou geleden? Hoe lang is dat nou geleden? Dat is bijna een eeuw geleden, man. Ja, en? We hebben het er nu over, het komt voorbij. Ja, maar wat heeft het nou in godsnaam te maken met... Het wordt wel een hele negatieve podcast op dit moment, hoor. Sorry. Nou ja, ik ben er niet mee begonnen, Sweetwood. Waarmee begonnen? Met die flauwekul. Wat voor flauwekul? Nou, waar je het nou steeds over hebt. Nee, maar het zijn toch feiten? Ja, voor mij is dat helemaal geen feit. Jij begint erover. Jij hoort zelf, zeg je net, je beaamt het dat je het hoort. Ja, oké. Okay, nou. Ik kan me nog herinneren dat... ik hoor hetzelfde. Ja, zal wel. Dat was toen met klanten wel lacht hetzelfde. Met het dansen. Dat scheen ook niet altijd denders zijn. Terwijl ik dacht van, nou ja, prima. Er niks mis mee. Het is maar goed dat we geen video hebben op dit moment. Wat dan? Nou, met dat dansen. Dat beaamt toch, dat geeft toch het ja, feit... Maar dat is nee, maar dansen. Ronnie, het gaat nergens om. Het gaat om het feit dat jij geen... Je hebt geen ritme. Jij hebt geen ritme. Nou. Ritme is er niet. Nou. Er klapt niks van. Klapt niks van? Nou, sorry, er klopt niks van. Nou goed, ja, ik vind het een vervelende discussie worden. Nee, maar het is geen discussie. Het is, jij zegt dat ik geen uitstraling heb. Nou ja, neem me niet kwalijk. Nee, maar zoals jij er soms ook bij staat. Dat is toch geen feestnummer. Dat ziet er toch niet uit? Dat ziet er toch niet uit? Daar sta je dan. Nou, daar staat hij. Nou, dat was het dan. Sta je dan? Ja, op een podium. Ja, ik sta op een podium, ja. Ja, maar ik bedoel, helemaal niks. Geen beweging, een uitstraling waarvan je zegt van... Nou ja, oké, dat was het dan. Nou ja, goed, ik ben wel eerlijk om te zeggen dat ik niet een feestnummer ben, maar... Nee, inderdaad. Maar waar wil je naartoe? We hadden het over dat plagiaat van jou. Plagiaat? Van die buitenlander. Een beetje een slap nummer trouwens, maar goed. Niks. Nee, een slap nummer? Niks. Nou ja, goed, die tekst die je had geschreven, die vooral vrij simpel natuurlijk. Ja, maar ik schrijf het aan de personen die vorm hebben. Hoe zeg je nou, moeder ligt een keutel in de pot. Hoe simpel kan je het bedenken? Ronnie, moest luisteren. Ik had het al geschreven en daar heb ik verder niks meer mee gedaan, 20 jaar geleden. En op een gegeven moment dacht ik van, ja, het is wel een nutteloze, een zinloze tekst. Ja, toen dacht ik van, nou... Als dat zo nutteloos en zinloos is, met wie kan ik dat het beste opnemen? Met Ronnie. Ja, nou... Oh. Ja, jongen. Ja. Nou, en bedankt. Ja, maar ja... Net alsof ik een nutteloos typetje ben die dan... dat er zulke soort simpele nummertjes kan zingen met die zinloze teksten. Nou, was het maar zingen. Ja, sorry dat ik zo ga. Nou, ja. Ga ik door, Ronnie. Ja, nou, ik weet, vind... Weet je... En zullen we erover ophouden? Nou, dat lijkt me het beste, René. Want ik ben bang dat deze podcast dan straks eens een keer stopt. Als het zo doorgaat. Want het is toch niet aardig? Nee, aardig is het niet. Maar ik bedoel, dit is ook niet de bedoeling van de podcast. Het ging even om het nummer dat het plagiaat is. En ja. We dwalen helemaal af van het spoor. Het spoort niet. Nee. Het is dat geklap van jou, klopt. Ja, wat zei je? Huh? Wat zei je? Nee, het spoort niet. Dat... Met het verhaal wat we zouden doen. Oh, okay. Maar goed, we zijn nu op een niveau bezig, hetzelfde als dat liedje wat we hebben gedaan.
Moeder ligt de keuze in de pot. Laten we even teruggaan naar de basic waar we het over hadden. Plagiaat. Ja. En dan ga je verder spitten. Ik in dit geval, want jij hebt met zomerverzuiging niks gedaan. Ja. En toen heb ik gespit. Ja. En toen ben ik uiteindelijk gekomen dat een cabaret duo. Cabaret duo? Ja. En dat ligt niet eens heel ver uit de buurt. In Hoogkerk. Ja, die hebben er ook wat mee gedaan. Viespeuk. Maar goed, even kijken. Uit Hoogkerk. Wat zei je nou? Wat zei je nou? Wat ga je draaien? Nou, even nog een versie. Oh. Heb ik ook kunnen vinden. In Keutelenpot. Uit Hoogkerk. Moet ik even uitzoeken hoor. Dit, volgens mij. Oh. Er ligt een keutel in de pot. Die heb ik met plezier zitten bedraaien. Je lacht, je bent een groot, maar ik heb zo'n zin om erin te fraaien. Het is toch zonde om ook, hè? Ja, om nou. Weg te spoelen na al die drukte en de pijn. Dit schijnt een duur of driemaatsformatie, weet ik niet. Wacht, ik zal het even opzoeken op internet. Ja, zoek hem even op. Ik ben alleen maar ook aan het streamen geweest. Ik weet dat het komt uit Hoogkerk. Of ze komen uit Hoogkerk, ja, moet ik zeggen. Ik heb hem al. Doe de ding eens uit. Ja, even uit. Ik heb hem allemaal weer gehoord. Dat is... Ja, dat is Marcelo Zingmaraki. Wie? Marcelo Zingmaraki. Oh. Ja, en die... Even wachten, even. Die... Oh, God, moet je zien. Die heeft ook een gigantisch aantal views. Jezus. Ja... Oh. Nou ja, goed, maar zie je. Maar ja, goed, het gaat er om dat het gewoon in mijn optiek plagiaat is. Nou ja, dit... Toch? Ja, ik ben hier een beetje... Nou ja, sowieso, maar ik ben hier een beetje... Nou, niet dat je het verkeerd ziet, maar je ziet je goed. Maar, nou ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, ja, ik ben hier even stil van. Ik baal hier wat van, eerlijk gezegd. Dat is wel fijn dat je eens een keer stil bent. Wat zeg je? Nee. Ik baal er best wel een beetje van. Nou ja, goed, we kunnen hier lang en breed over praten, maar wat doen we hiermee? Nee, laten we vooral niet praten. Laten we hier maar niet meer over hebben. Nee, ja, nou ja, neem me niet kwalijk, alleen maar wat doen we hiermee? Niks. Niks? Ja, wat moeten we ermee doen? Nou, jij hebt dat nummer geschreven, dan doe je er gewoon niks mee. Daar kan je toch, volgens mij, kan je daar wel geld... Ik vind het wel... prettig dat jij ook luistert, dat ik heb gezegd van, ik heb gemaild, gisteren of eergisteren, weet ik niet meer, dit is allemaal vrij vers, en ik moet maar afwachten, en met deze mensen heb ik nog niet gemaild, dus nou ja, moet maar even kijken. Ja, maar Marcel Zingmaraki, ik weet niet of je... Wat is dat, een Griek? Dat weet ik niet, jij zegt waar kwam je weg? Nee, ja, hij komt het komt uit Hoogkerk. Ja. Nou ja, dat, ik neem aan dat daar in Kastel, of Marcel Zingmaraki woont. Kastaraki? Ja. Nou ja, goed. Ik moet hier even rustig over nadenken als ik thuis ben. Want ik vind het nergens op slaan, moet ik eerlijk zeggen. Want we hebben meer nummers opgenomen en straks lopen ze met die andere nummers weg. En, ja, goed. Hè? We moeten maar even aanwachten. Ik wist ook niet dat de podcast zou gaan over dit liedje. Maar we hebben wat confrontaties gehad, moet ik zeggen. Dat vond ik persoonlijk vond ik het niet erg. Wat zeg je? Nou, dat... Ik moet een beetje oppassen op wat ik moet mogen of wat inslikken. De een slikt zijn woorden in, de ander slikt wat anders in. Maar, wat bedoel je daarmee? Huh? Hoe bedoel je dat? Nee, gewoon zoals ik het zeg. Maar ik bedoel, ik vind het een beetje vervelend dat het zo moest lopen. Maar aan de andere kant, het geeft ook misschien voor de luisteraar een beetje beeld hoe wij over elkaar denken. We kunnen elkaar ook alles vertellen, zo is het toch. Nou, alles. Nou, ja. Het gaat ook wel eens wat te ver. Nee, jij komt bij mij ook wel eens binnen met scheld je me gelijk uit. Dan vind je mijn vies ventje en weet ik wat allemaal. Dat is ook niet altijd erg prettig. Luister, je kan me op alles betrappen. En je kan alles van me zeggen, maar ik ben alleen maar eerlijk. Ja, nou dat... Ja, sorry, nee, dat moet ik omlachen. Dat slaat natuurlijk, ik ben alleen maar eerlijk. Ja. Dat is natuurlijk flauwekul. Hoe kan je nou eerlijk zijn om mij een vies ventje te noemen? Nou, dan heb ik toch niks te veel gezegd? Of zeg je, ik ben geen vies ventje. Niet? Nee. Oh, nou,
Ik denk dat de meningen daarover verschil zijn. Nou ja, dat beginnen we nou weer. Nee, nou, Ronnie... Sorry, maar dat doe je nou iedere keer. Wat is dit nou voor flauwekul? Dan hebben we de eerste podcast na de vakantie. Begin je op deze manier zo tegen mij te emmeren? Je Nederlandse taal is niet echt. Nou ja hoor. Ach, die er ook nog maar even bij. Jongen. Nou ja, maar moet je eens even horen. Dan zit je mij constant een beetje af te jennen. Jennen? Jennen. Dat is Nederlands, jennen. Nee, dat is eigenlijk is dat een beetje Fries Leeuwarden. Is dat. Oh, oké. Okay. Hallo, dit is een podcast van Ronnie en René. Gezanik en gezeur. Kappen ermee. Zijn we er klaar mee? Nou ja, ik kan het. Dus gaan we niet meer zo doen, hoor. Hè? Gaan we echt niet meer zo doen. Zo moet dan niet. Ja, René. Ja, dus kan het jij kan al mijn pap. Echt? Dit gaan we niet meer doen. Ja, jij kan. Nee, dat is voor mij van leuk. Ik ben de hele tijd bezig geweest om jingles te maken en met de doos en met Spotify. Allemaal naar jou door. Ja, jij stuurt. Ja. Ik stuur ze allemaal naar jou door. Maar dat neemt niet weg dat je dan met de rechter in de handen kan nemen. Ja, hallo. Gezellig en gezellig is standaard 5-2. Jingles kan je ergens anders gaan steken. Ja, je weet het. Lullen over niets, het verhaal gaat nergens heen.